ik zou hem graag in Engeland zien. Dat is mijn persoonlijke... Ik vind gewoon... bij een Klopp of bij een Guardiola... Ik denk dat dat... ja, die kunnen hem nog beter maken. Wilhelmus Maria Jonk, inmiddels een jaar lang trainer van de club waar hij zijn avontuur als speler ooit begon, FC Volendam. In 88 verkaste hij naar Ajax om vervolgens in 1993 de stap te maken naar Inter Milaan. Jaren later ziet hij zijn voormalig pupil Matthijs de Ligt diezelfde stap maken van Ajax naar Italië. Ook voor de oud-middenvelder een verrassing. Kijk, tuurlijk als voetballiefhebber... ja, had ik niet verwacht dat hij daarvoor zou kiezen. Maar ja, oké. Daar heeft hij andere gedachten over gehad. En ja, Matthijs vind ik gewoon ontzettend een goede speler. Waar ik ontzettend met plezier aan terugdenk. Met de tijd die ik ook met hem heb gehad in de junioren. Ja, dat was gewoon een fantastische speler. Ja, je hebt een bijzondere band denk ik ook met hem. En helemaal omdat hij nu... ja, qua loopbaan een beetje jouw voetsporen treedt. Hij gaat naar Italië. Kun je een beetje dingen herkennen? Want hij heeft het begin dan wel lastig gehad. Ja, we praten hier over een jongen die... Ja. Ik ging op mijn 26e naar Italië. Hij is 19 of 20. Ja, dat zijn natuurlijk heel andere tijden. Matthijs heeft natuurlijk op zo'n jonge leeftijd al zo'n imposant lichaam. Maar ook voetballend gezien... en qua persoonlijkheid in het veld gewoon een enorm groot talent. Die dat ook heeft laten zien dat hij dat ook vasthield. En ook wel eens tegenslag heeft gehad, ook met die interlands toen de tijd in het begin. Maar voor mij was er geen enkel twijfel dat hij de internationale top gaat halen. Dus, je bent veel Italiaanse slagers tegengekomen. Zie je de licht dus ook echt als een meedogenloze... Nou ja, jij noemt het slagers, dat is een beetje... Ja, zijn, kijk, die spelers die ik toen ook heb meegemaakt, er zit gewoon een onverzettelijkheid in. En die konden ook nog aardig voetballen. Het was niet zo dat ze alleen maar konden tegenhouden. Ook aan de bal waren ze gewoon heel comfortabel. Nou, maar Matthijs is natuurlijk opgeleid vanuit het Nederlandse voetbal. En dat is natuurlijk aan de bal, ja, indribbelend, maar ook pasend, ontzettend sterk. En dat kan goed 1-1 verdedigen. Is aanvallend natuurlijk ook een wapen in de lucht, kan goals maken. Dus het is een hele complete speler die voor elke club in Europa natuurlijk een geweldige speler is. Een andere jongen waar Jonk veel mee te maken heeft gehad in zijn tijd bij Ajax is Donny van der Beek. Ook hij staat voor een vertrek naar een van de grotere competities. Maar is de 23-jarige Ajaxiet er wel klaar voor? Ja, ik vind het een heerlijke speler. Weet je, ik denk dat heel veel clubs... Het is ook een jongen die een laag egootje heeft, hè, dus het is echt een teamspeler is. Dus hardwerkend altijd. Nou, dat is, voor heel veel clubs zijn dat toch wel vrij allrounde spelers. Ja, ik hoop dat hij gewoon een goede keus maakt bij een club waar hij niet zijn volgende stappen gaat maken. Niet dat hij alleen voor misschien wel financieel gewin gaat. Zo zal Donny nooit denken, denk ik, want het is echt een liefhebber. Maar daar hoop je wel op dat hij... Als hij ergens heen gaat, moeten we hem natuurlijk ook nog jaren gaan zien. Dat hij vervolgstappen maakt. En niet dat we straks dat hij te weinig aan spelen toekomt. En dat zou zonde zijn. En je hebt met hem gewerkt. Bij welke club denk je dat hij het beste zich kan ontwikkelen als je zeg maar uit de grote competities kijkt? Ja, dus ik denk dat er genoeg trainers zijn die dit soort bepaalde type spelers goed weet in te schatten en op de juiste manier gaat gebruiken. En er zijn natuurlijk genoeg clubs waar hij ontzettend goed zou passen. Ja. Maar... Ja, mag je eentje noemen? Durf je er eentje te noemen? Ah, ja, maar je hebt natuurlijk ook ploegen die dat soort spelers erbij nemen. Hè. Ja, daarom. Kijk, maar tegenwoordig speel je natuurlijk zoveel wedstrijden. Dus ja, als ik kijk naar een Liverpool, naar een Manchester City of ja. Ja, ik zou hem graag in Engeland zien. Dat is mijn persoonlijke... Ik vind gewoon bij een Klopp of bij een Guardiola, ik denk dat die kunnen hem nog beter maken.